Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij een nieuwe podcast voor de Bewustzijnsschool. Mijn naam is Dina Perla Poortnaar. Een nieuwe naam, een nieuwe docent en dat klopt ook, want sinds halverwege ergens in september ben ik begonnen met de Bewustzijnsschool en lesgeven in A Course in Miracles, een cursus der wonderen. En daarnaast weet ik ook een hoop over de Kabbala. In de afgelopen jaren heb ik een hoop zelfstudie gedaan en verschillende werken, methoden, meesters enzovoorts met elkaar vergeleken en doorgenomen. En nou ja, dat gebruik ik ook echt in mijn werk, in het werk vanuit mij als transformatiecoach. Dus ik werk aan het levenspad van mensen, aan persoonlijke groei, wat voor fase dan ook. En dat doe ik door middel van 1-op-1 coaching of gewone coaching of lessen of workshops enzovoort. Nou, wees zeker welkom. Vandaag gaan wij het hebben over corporate spiritualiteit en wat dat inhoudt. Corporate spiritualiteit zal je waarschijnlijk niet vaak gehoord hebben. En toch is het iets dat veel meer gaat opkomen in deze tijd. Het wordt ook wel af en toe een soort van aangeduid door middel van de term business spiritualiteit. Dus corporate spiritualiteit en business spiritualiteit zijn enigszins hetzelfde. En daarin spreken we over dat je, nou, je kent natuurlijk IQ, hè, intelligentie, EQ, emotioneel. En SQ, dat is spiritueel, op spiritueel niveau, dus inderdaad daarin bedreven zijn. En ook dat is een hele belangrijke factor in het dagelijks leven, zowel bij het individu als in het bedrijfsleven, dus in het grotere geheel. En waar het eigenlijk om gaat, is dat je het spreekt over in het verleden gevoel versus geld verdienen, alsof beide zaken niet samen kunnen. En in deze tijd zal je wel moeten. Het gaat er natuurlijk ook om het oude, wat we ook wel noemen de oude mentaliteit van hebzucht. Dat is ook vooral ontstaan na het harde werken, na de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat is op een gegeven moment steeds meer aanwezig geworden in laten we zeggen, sowieso de rest van de wereld. Dus ook echt de westerse samenleving, kapitalisme enzovoort. En als we het hebben over corporate spiritualiteit, dan kijken we naar hebzucht, of we dat kunnen overstijgen en hoe dan. En de missie en visie die we altijd vanuit bedrijven neerzetten, die proberen we dan op een andere manier te benaderen. Nou, heel vaak bij het woordje spiritualiteit rennen mensen in het bedrijfsleven ook weg. De corporate wereld zit vaak niet erop te wachten en denkt vaak dat het te maken heeft met bijvoorbeeld levensbeschouwingen of theologie, geloof, religie en dergelijke. Of dat het bijvoorbeeld heel zweverig is. En wat ik eigenlijk probeer te doen is te laten zien dat dat dus niet zo is. En dat dit dus heel erg een stereotype benadering is van de spiritualiteit. Sterker nog, dat je met spiritualiteit juist veel meer met beide benen op de grond kunt handelen. En dat je ook betere keuzes daarin kunt maken in wat je van dag tot dag moet doen en hoe je je bedrijf neerzet. En ook in de rest van de samenleving en de wereld. Dus feitelijk is het idee, we kunnen daar heel flauw over doen, over het woordje spiritualiteit en zeggen bijvoorbeeld dat het zweverig is of dat het verbonden is aan geloof of wat dan ook. Maar dat is heel erg een tekortkoming en ook zonde, want als we gewoon als we daar niet flauw over doen, dan is het zelf zo dat je zonder SQ, zonder spiritualiteit zelfs niet zo goed kunt functioneren. En wat dat betreft hebben we ook wel voorbeelden gezien in het bedrijfsleven, zeker ook in de afgelopen eeuw of in de vorige eeuw. En het idee is dus dat je met corporate spiritualiteit bezield kunt gaan ondernemen. Dus het gaat om bezieling. En dat is dan vanuit hogere bewustzijn handelen. Dus we hebben allemaal een hoger bewustzijn en dat kunnen we inzetten om zaken te doen en om ook bij te dragen aan de wereld en iets zinnigs
te doen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk waar we hiervoor zijn, dag in, dag uit. En dus ook in het zakenleven. Nou, we kennen allemaal wel dingen zoals de Rozenkruisers of de paardenfluisteraars of de Enneagram adviseurs, de horoscooptrekkers, zingevingscoaches, mindfulnesscoaches, vrijmetselaars, noem maar op. En ja, het is een hele pragmatische benadering als je ook steeds vanuit die verschillende disciplines gaat kijken in plaats van het geheel. Het is namelijk een stukje en zeer praktisch ook toepasbaar en ook wel goed. Het heeft ook echt een groot effect op wat je ja, teweeg kunt brengen, ook binnen de organisaties, binnen de corporate wereld. Alleen wat je gewoon merkt is dat het dan heel erg inzoomen is op een bepaald stukje en dan ook echt vanuit de praktijk, dus heel erg hands-on. En wat je ook ziet is dat dit soort mensen die dit soort spirituele stukjes als het ware oppakken, vaak ook wel andere dingen kunnen. Dus het zijn eigenlijk maar woorden, het zijn begrippen. En daarmee, het is ook, weet je, er is sprake van verhuld taalgebruik. Dus het is ook niet vaak niet toereikend. Vaak zijn dit soort coaches of mensen die daarmee bezig zijn ook in staat om veel meer te doen. En het idee is ook dat is ook wel als we het hebben over stereotypen, we noemden hem net al, hè, levensbeschouwingen bij het woord spiritualiteit of theologie. En dat is dan hier ook dus bij veel spirituele methoden, technieken, bijeenkomsten, denkt men al gauw aan afgeleide semi-religieuze componenten. En ergens is dat ook zo. Als ik het heb over bijvoorbeeld A Course in Miracles, de cursus der wonderen of de Kabbalah, of ik kan nog andere systemen erbij halen. Ja, dan zie je heel erg de Joodse en christelijke invloeden in die werken. En toch zitten er geen dogma's. Toch kun je eigenlijk de idee op een andere manier vertalen, zodat het dus algemeen toegankelijk wordt. En dat we het gaan hebben over persoonlijke groei. Nou, nu komen we in een interessant terrein, want dan gaan we het inderdaad hebben over corporate spiritualiteit of business spiritualiteit, hoe je het ook wil noemen. En dat is ook echt dat je de business vooral voorop zet. Hè? Dus het gaat er dus wel om dat je nog steeds winst behaalt en dat je nog steeds je doelstellingen ook echt realiseert enzovoort. Sterker nog, het gaat erom dat je met iets extra's komt, een hoger bewustzijn in je handelen, waardoor je veel beter het potentieel kunt benutten dat bij individuen zit, maar ook binnen de organisatie als geheel. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus als we het hebben over corporate spiritualiteit of business spiritualiteit, dan gaat het erom om het potentieel te kunnen benutten. En daarin maakt het helemaal niet uit wat voor soort termen we gebruiken. Dus sommige mensen houden er helemaal niet van om het woordje spiritualiteit te horen. Ik vind het ook een hele mooie uitspraak. Een meester zei ook wel eens vaak, we zijn eigenlijk allemaal op een spirituele reis. Hè? We zitten allemaal op een spiritueel pad. Alleen niet iedereen weet dat of niet iedereen wil dat weten. En dat is natuurlijk ook zo. Dus woorden zijn maar woorden, begrippen zijn maar begrippen. Uiteindelijk gaat het erom dat die principes ook echt daadwerkelijk van dag tot dag gebruikt kunnen worden, zodat we een bezielde onderneming krijgen en ook bezielde relaties en dat het gaat doorcijpelen naar het geheel. Nou, en dan is de vraag, kan je wel zaken doen en ook tegelijkertijd spiritueel zijn? Hè? En dan ook met gevoel werken. Gaat dat wel samen? Want corporate staat symbool voor een keiharde wereld van zaken doen. Dus harde doelstellingen opstellen, nastreven, ook managen. Dus denk ook aan bijvoorbeeld wat ze noemen KPI's. Dus echt meetbare doelstellingen voor bedrijven. Het gaat om materiële vooruitgang. Dus het gaat ook echt om kwantificeerbare waardecreatie voor organisaties. Dus echt alles meetbaar maken en ervoor zorgen dat de shareholders, dus de aandeelhouders en ook de stakeholders, dus alle mensen die betrokken zijn bij zo'n bedrijf, ook blij zijn met de resultaten. En de ondernemers uiteindelijk. Dus het maakt niet uit om wat voor soort organisatie we het hebben, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wat zaken doen inhoudt. En spiritualiteit wordt eigenlijk gezien als iets anders, als juist veel meer de persoonlijke kant, esoterische kant.
Een aangelegenheid die vaak ook verbonden is aan het individu. En een proces van verinnerlijking. Dus naar binnen gaan in jezelf en kijken naar je innerlijk en je innerlijke wereld. En dat dan door bewustwording, we hebben het net ook al gehad over hoger bewustzijn. En ook met bijvoorbeeld waarden of kreten zoals liefde, vrede, compassie, harmonie, welwillendheid. En dan ook die zaken nastreven. Dus dat klinkt in eerste instantie alsof het eigenlijk niet samen kan gaan met zaken doen. Maar juist dat is waar het om gaat. Dus dat je polariteiten, dus tegenovergestelde zaken, met elkaar kunt verenigen. Dus nou, zou ik het bijvoorbeeld nog iets specifieker maken, dan zou ik spreken over realisme en idealisme samen laten komen. Actie en reflectie samen laten komen. Verwezenlijking en ontvankelijkheid. En ook fysiek en geestelijk, allebei. Linker hersenhelft en de rechter hersenhelft. We hebben het ook vaak gesproken over, we hebben in het algemeen, laten we zeggen, in de samenleving over neurologie. Dus hoe de hersenen bij mensen werken. En dat de linker en rechter hersenhelft allebei verantwoordelijk zijn. Of eigenlijk functioneel zijn op een andere manier. Dus ze zorgen voor andere dingen. Nou, mannelijk en vrouwelijk, dat heeft verder niks te maken met het geslacht, maar dat gaat erom om mannelijke en vrouwelijke waarden. En alles heeft eigenlijk iedereen in zich, hè? Dus dat, ook die twee waarden, die hebben we allemaal. Dus of je nou man bent of vrouw, dat maakt helemaal niet uit. Om de tegenovergestelde zaken zoals realisatie en creatie, dus dat die beide samenkomen. En hetzelfde geldt voor overzicht en inzicht. En strategie en visie. En mooie, vind ik, werkelijkheid en droom. En ook verscheidenheid en eenheid. En dan een hele moeilijke soms, maar ook een hele belangrijke. Hersenen en hart. En dan ook de korte en lange termijn. En dan zijn er nog veel meer. Dus dat is corporate spiritualiteit. Dus eigenlijk zaken die lijken alsof ze tegenover elkaar staan, dat juist met elkaar laten rijmen. Als een soort van, ja, als je een schaal zou hebben, hè, met een balans van rechts naar links, zo ergens in het midden laten uitkomen. En dat moet ook in de tijd waarin we leven, in een nieuwe wereld. Er wordt vaak gesproken over nieuw op het moment dat er een nieuwe beweging is. Of een hele sterke beweging gaande is. Eigenlijk is er niks nieuws aan. Het is natuurlijk een volgende fase, een volgende stap, een volgende evolutie. Maar we merken wel allemaal dat transformatie daarin de hoofdmodus is. En dat geldt transformatie van individuen, maar ook van elkaar, hoe we met elkaar omgaan. Van middelen in de wereld, van dingen zoals digitale transformatie, dus alles wat met IT en technologie te maken heeft. Van zaken doen, enzovoorts. En om het weer even bij ondernemen en het bedrijfsleven te houden, dan spreken we wel eens over wijsheid-economie of deeleconomie of gift-economie. En zelfs over heilige economie. En wat er gebeurt op het moment dat je gaat kijken naar persoonlijke groei door middel van corporate spiritualiteit en hoe je dus potentieel beter kunt benutten, dan ga je de link leggen naar psychologie en naar spiritualiteit. En dan kijk je naar het geheel, zowel in het bedrijfsleven, dus niet naar al die verschillende stukjes en expertises die binnen de organisatie ingedeeld zijn. En bij het individu ga je kijken naar zakelijk en privé. En persoonlijk denk ik ook echt dat in sommige opzichten de scheiding tussen zakelijk en privé goed is. En ook functioneel. Maar over het algemeen is er geen scheiding, want je neemt alles mee. Dus je bent wie je bent en alles zit je in en zo ook in je werk. Nou, wat we zien in verschillende nieuwe werkvelden die ontstaan zijn in de afgelopen jaren en die nog veel meer gaan ontstaan, dan zijn dat dingen zoals behavioral risk. En als je het hebt over hoe je klanten binnenhaalt en hoe dat proces gaat van controleren, dat wordt ook wel customer due diligence genoemd of onboarding. Je kijkt dus echt naar verschillende expertises. En ook HR is natuurlijk heel belangrijk bij persoonlijke groei. Dat al van oudsher. De bedrijfspsychologen zijn hier natuurlijk ook langer mee bezig.
Maar daarin is de versterking naar spiritualiteit erg belangrijk. En ook in het, laten we zeggen, in het werkveld van diversiteit binnen de organisatie komt dit ook weer terug. Haal ik er zelfs twee extreme voorbeelden bij. Eentje die we allemaal wel kennen als een heel hard en cijfermatig en toetsmatig werkveld, dan is dat accountancy. En zelfs tegenwoordig bij accountancy en ook vanuit de opleidingen wordt er gekeken naar de menselijke factor. Wordt er dus gekeken naar het hogere bewustzijn, naar bezield zaken doen en bezield dus met accountancy aan de slag gaan. Nou, en alles wat op het gebied van artificial intelligence gebeurt, is er ook zo één. Dus alles wat nu geprogrammeerd wordt en de robots en wat er dus ontstaat, wat heel krachtig is en ook veel andere kansen in de toekomst gaat bieden en ook natuurlijk banen zal laten verdwijnen. En daarbij is het ongelooflijk belangrijk dat we kijken naar begrenzing. Want body kan artificial intelligence wel overnemen, mind ook. Het kan helemaal geprogrammeerd worden hoe te denken, hoe te reageren, zelfs op persoonlijkheid, wat voor soort emoties enzovoorts. Maar het stukje spirit, dat is juist het stuk dat eigenlijk altijd bij de mensen zal moeten blijven. Juist vanuit die hogere bewustzijn, vanuit bezieling. En dat moeten we dus niet meegeven aan de, laten we zeggen, de robots en de verschillende innovaties die nog gaan komen. Dat moeten we dus kunnen bewaken vanuit corporate spiritualiteit. Ik noemde het net al, in de wereld hebben we alles gesegmenteerd en dus ook in het bedrijfsleven en allemaal verschillende stukjes. En steeds kijken we naar gescheiden machtsblokken en aandachtsvelden enzovoort. En het idee met corporate spiritualiteit is juist dat je gaat kijken naar het geheel en dat je het geheel samenbrengt. Dat gaat een hele andere wereld creëren. En we zitten er al middenin. Het gebeurt al. Maar dat zal nog sneller gaan dan wij eigenlijk denken. En ik denk dat het ook goed is dat wij daar allemaal met gezamenlijk ook op waken dat we daar naar gaan kijken. En dat we ook vragen gaan stellen en discussies openen. Ook het publieke debat zal hierover moeten gaan. Dat we dus kijken naar het geheel en kijken naar, oké, wat is mijn rol hierin? Als ik het heb over persoonlijke groei, waar sta ik nu? Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Kan ik in het bedrijfsleven ook aangeven dat ik meer coaching wil? En op welke manier dan ook? En hoe zit dat geheel dan precies in de organisatie? En ook hoe rijmt dat met alle doelstellingen die vanuit al die aandeelhouders of belanghebbenden gevraagd worden en om de resultaten vragen zij, terwijl wij natuurlijk ook van onder in de organisatie ook een proces meemaken. Dus dat geheel is eigenlijk één en dat geheel komt samen. Het eigen terrein versus het terrein van de ander. Nou, en uiteindelijk het allerbelangrijkste is, we noemden het net al en ik zal het nog eens herhalen, potentieel optimaal benutten, dus echt iedereen tot zijn recht laten komen. Maar het gaat er natuurlijk ook om mechanismen die geen doel meer dienen of zelfs humaniteit in de weg staan of zelfs bestaansrecht, om dat dus daarmee aan het werk te gaan en om dus verantwoordelijkheid te nemen. Nou, wat ik graag van jou zou willen weten, dit keer geen tool of geen oefening om hiermee aan de slag te gaan. Behalve dat ik je vraag wat je ervan vindt en wat jou zo al opvalt binnen jouw organisatie waar jij werkt. Heb je het idee dat er ook steeds meer wordt opengestaan voor coaching, voor dit soort onderwerpen? Of is het nog echt van, jee, wat is het zweverig, daar moeten we echt niks van hebben? Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen en ook hoe je dan ook scherp gaat kijken in de organisatie naar wat er eigenlijk gaande is. Laat het mij weten. Je kunt dit doen door in de comments hier op het YouTube-kanaal te reageren. En dat vind ik hartstikke leuk als je dat doet. Je kunt ook een e-mail sturen naar dpmedia@mail.com. Dus dpmedia@mail.com. En als je meer wil weten over wat ik zo al doe en de boeken en spreken en nog veel meer, ga dan naar dinaperla.com.
dinaperla.com. En Dina Perla is dan één woord. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, in de zin van dat je hier een beetje mee aan de slag kunt en anders gaat kijken en ook daarover gaat nadenken. En ik ben heel benieuwd om van je te horen. Graag tot de volgende keer. Dag.